Nou, we gaan onderweg voor een goed doel. Ik ben onderweg om de pakketjes in instal te halen. Wat gaan we precies doen? We gaan mensen in de zorg blij maken. Deze mensen zetten zich nu al weken in voor het virus wat zich supersnel verspreidt. Dus wat wij dachten, deze mensen moeten ook even in het zonnetje gezet worden. Dus wij van Jouke's Barbershop en Noos en Pomade hebben 100 pakketten gemaakt voor de zorg. Waarom doen we dat nou? Wat heeft dat mee te maken? Nou kijk, de mensen in de zorg moeten inmiddels hun baard afscheren. Jawel, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Als je lang hebt gespaard voor zo'n mooie lange baard en er daarna weer uit als een kleine baby. Dat is heel erg als man, dat weet ik. Ik heb maar weinig baardgroei. Dus wat wij dus nu gaan doen, is deze mensen met een mooi pakketje, hoe ze hun baard af kunnen halen. Zelf natuurlijk, want we moeten 1,5 meter afstand houden. Wat nu eigenlijk ook niet helemaal is, maar goed, de dikke meter zit er tussen ons. Tussen mijn cameraman en ik. Nou goed, we willen hun die pakketjes gaan overhandelen. We gaan 100 pakketjes uitdelen bij het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem. Die pakketjes die gaan we dadelijk overhandigen. We gaan nu de doos ophalen en daarna rijden we meteen door. Nou, schiet even op hier voor me. Hey. Jezus. Nou, en daar gaan ze hartstikke blij mee worden. En ik hoop dat ze hun baard daarmee mooi eraf kunnen scheren. En dat ze toch nog een beetje een fijne scheerervaring hebben gehad na al die producten gebruikt hebben. Helaas hebben we niet echt wat voor de vrouwen. Ja goed, sorry, we zijn nou eenmaal mannenzaak. Dus ja, dat gaat niet. We zijn ook bezig met een aantal dingen voor onze klanten. En die komen er ook aan. En die dingen die gaan jullie zien. Je kunt ons volgen op www.joukesbarbershop.nl en op www.nozenpomade.nl. En natuurlijk onze social media pagina's Nozenpomade en Joukes Barbershop. Nou, om dat gezegd te hebben, al het gauwe, gaan we nu in actie. Want we komen aan en die dozen worden zometeen ingeladen. En hoef ik dadelijk alleen maar voor te toeteren. Zoals je ziet worden nu ingeladen. Film maar even. Helemaal top. Busje dicht. 3 keer toeteren. En dan gaan we weer. Dat is niet normaal, hè? In de binnenstad kun je gewoon crossen van hier naar Tokio. Er is helemaal niemand. En ik ben benieuwd wat ze er dadelijk van gaan vinden. Ondertussen moeten we geen brokken maken hier. Wie's idee was het ook alweer om een extra lange bus mee te nemen. Nou, niet mijn idee. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, dus als jullie het filmpje kijken, wat jullie ervan vinden dat mensen de zorg helpen. En misschien dat we met z'n allen wat initiatieven kunnen nemen om elkaar wat meer te helpen. Ook ondernemers onder elkaar. Dus ook bijvoorbeeld kappers in de kappersbranche, schoonheidsspecialisten. Dus mensen die dicht moeten. De horeca bijvoorbeeld, die waarschijnlijk 1 juni dicht moet. Dan hebben we het nog over evenementen. Laten we het daar helemaal niet over hebben. Waaronder bijvoorbeeld de Zwarte Cross. Gaat dat wel door? Ja of nee? Daar hebben we ook nog niks van gehoord. Dus kom maar op met die comments. En laat gewoon even zien of je toffe ideeën hebt om iedereen... In dit geval niet de winter, maar de zomer door te helpen. Nou, we zijn er bijna, dus nog een klein stukje. We moeten het ook nog even zoeken, want ik moet naar een andere ingang. Want ik mag niet het ziekenhuis in, let wel niet. Dus het is echt streng. Wat we nu ook filmen is gewoon echt, dit is gewoon live eigenlijk. Ja, Studio Tel, die regelt dat voor mij. We gaan dadelijk praten met Suzanne. Zij werkt hier, zij begeleidt projecten voor gastvrijheid en het Slingeland Ziekenhuis. Handje geven kan ook niet, 1,5 elleboogje, knikje naar elkaar en een pakketje naar elkaar toe gooien, denk ik. We staan hier vandaag bij het Slingeland Ziekenhuis om de mensen een hart onder de riem te steken. En wat gaan we doen met 100 pakketjes die we weg gaan geven namens Noos Pomade en Jouke's Barbershop aan het Slingeland Ziekenhuis? Eigenlijk alleen voor mannen, dat is jammer, maar ik ga het wel overhandigen aan een vrouw. Er zit ook een shampoo in voor jou, dus je kan er nog mee wassen. Maar wat zit erin? Er zitten pakketjes in voor hun baard eraf te scheren vanwege hygiëne. Veel mensen hebben mijn berichtje gedaan van ik werk in de zorg en wat moet ik nou doen? Mijn baard moet eraf. Nou, dan moet hij eraf. Hoe ga ik dat doen? Daar heb ik pakketjes voor samengesteld. En dan kunnen de mannen hun baard mee afscheren. En ze kunnen zich ook nog even lekker verzorgen met een shampoo en een haarproductje. Zit er allemaal in. Dus we gaan 100 pakketjes geven aan het Slingeland Ziekenhuis. Dat gaan we gewoon doneren. Ja, het virus verspreidt zich en dat is natuurlijk best wel noodzakelijk. Om de mensen weer een beetje een lach op het gezicht te krijgen en dat ze een beetje vrolijk worden. En ik vind gewoon dat we met z'n allen wat meer initiatief moeten tonen om dit te doen. Ik vind gewoon dat we elkaar moeten helpen en dat gaan we hier doen. En Suzanne die hebben we benaderd en die was super aardig en die dacht van nou dat gaan we gewoon doen, dat is hartstikke leuk. Ja, geweldig initiatief denk ik. Dat jullie geschenken willen geven aan mensen die zich op dit moment hard inzetten voor de patiënten in ons ziekenhuis. Maken op dit moment veel gebruik van verpleegkundigen die op andere afdelingen worden ingezet. En het is ontzettend tof dat jullie op deze manier iets willen aanbieden aan die mensen. Dus ja, ik denk dat we een
dat gewoon moeten gaan overhandigen. En dat we dan dat jullie morgen een hoop blije gezichten hebben. Ja. En dat we een hoop mensen blij kunnen maken. Ja, ik denk zeker dat we morgen zullen ze gaan verspreiden. Of maandag zullen ze gaan verspreiden. Dat mensen dit met enthousiasme zullen ontvangen. Nou, we gaan ze even in de krat zetten. We moeten het allemaal even één doen. Nou, wij gaan weer terug. We kunnen niet verder. Dat kan niet. We kunnen alleen dit laten zien. We hopen dat dit wat een beetje helpt. En nou jongens, neem ook wat initiatief. En doe ook lokaal wat. En probeer ook wat bij jullie in de buurt te doen. Nou, we zijn dus net geweest. We zijn dan op de terugweg. Maar het mooiste is van het hele verhaal is dat wij als Noze Pomade en Jouwkes Barbershop en met samenwerking Slingerland Ziekenhuis en met Studio Tel een mooi iets hebben kunnen doen. En dat we de mensen een beetje zorg bij kunnen dragen, een hart onder de riem kunnen steken die heel veel werk verzetten om de mensen daar wat aangenaam te maken. Het enigste wat het is, is dat ze er super blij mee zijn en dat de mensen morgen, overmorgen of maandag, wanneer ze het uit gaan reiken, een beetje een lach op hun gezicht hebben. En daar doen we het voor, want dat is het doel nummer 1. Doe met z'n allen wat samen, doe wat lokaals, probeer wat voor de lokale buurt te doen, help elkaar een beetje, wees aardig voor elkaar. Nou, willen jullie ons helpen? Like onze pagina nozepomade.nl of onze Facebookpagina, Instagrampagina en de Jouwkes Barbershop pagina's natuurlijk. Nou, bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie ook zulke initiatieven erg mooi vinden en ook zullen gaan doen. Later.